Kinderen, jarenlang verborgen gehouden op een boerderij. Ontrokken aan de maatschappij, onzichtbaar voor instanties. Het gebeurde allemaal echt in het Drentse Ruinerwold. Het kleine dorp wordt in één klap wereldnieuws als een van de kinderen het terrein weet te verlaten en een kroeg binnenstapt. Kijk, hij kwam natuurlijk wel met een reden. Die is er op een gegeven moment wel uitgekomen. Hij heeft gezegd van ja, ik word vastgehouden eigenlijk met mijn broertjes en zusjes. En ja, ik moet eruit, ik heb hulp nodig. De kroegeigenaar belt de politie. Maar in eerste instantie weten die ook niet wat ze met de situatie aan moeten. Op de achterbank van een politieauto doet de jongen wel zijn verhaal. Maar hij wordt uiteindelijk teruggebracht naar de boerderij. Hij gaat alleen niet meer naar binnen en verdwijnt in de nacht. Ja, waar hij precies in de nacht is geweest, dat weten we niet. Maar hij is wel in ieder geval naar Meppen gelopen. Dus hij moet daar toch in de buurt zijn gebleven. Ja, totdat iemand, volgens mij een schoonmaakster, hem vroeg in de ochtend al op de stoep van het bureau zag staan. En dacht van, wat is hier aan de hand? Ja, en toen hebben ze hem wederom gesproken. En toen is hij, is er een team opgetuigd. En zijn ze met een team agenten dus naar de boerderij gegaan. Daar stuit men op een wereld gecreëerd door deze man. Gerrit-Jan van D., nu bekend als de spookvader uit Ruinerwold. 9 jaar lang heeft D., met zo bleek later de hulp van de Oostenrijker Jozef B., 6 kinderen voor de rest van de wereld verborgen gehouden. Ja, hun leven bestond dus uit de boerderij en een klein beetje buiten. En hun schema was eigenlijk elke dag wel hetzelfde. Ze stonden op, ze gingen tanden poetsen, ze gingen een broodje eten, dan gingen ze de dieren voeren. Ja, dat was eigenlijk een beetje hoe ze hun dag invulden. En zeker in de laatste jaren zorgden ze vooral ook heel erg goed voor hun vader. Want die heeft een hersenbloeding gehad en die is eigenlijk nooit medisch adequaat behandeld. Dus die had heel veel zorg nodig en die taak namen zij ook op zich. De kinderen waren natuurlijk wel zodanig geestelijk bewerkt, zou je kunnen zeggen, dat ze het eigenlijk niet in hun hoofd haalden om daar te vertrekken. Ze kwamen ook niet voorbij de binnentuin, want zodra ze die schutting passeerden, hadden ze zelf al het gevoel dat ze zich slecht voelden. Ik bedoel, er waren kwade energieën daar en dan gingen ze eigenlijk uit zichzelf alweer terug. Zelf is Gerrit-Jan gedurende zijn tijd op de boerderij gericht op zijn fysieke gesteldheid. Hij heeft oefeningen bedacht, apparaten gebouwd. Allemaal om fit te blijven. Ja, dat heeft hij heel veel gefilmd en dat beeld hebben wij in handen gekregen. En daaruit kun je inderdaad zien hoe divers hij daarmee omging. Kijk, hij heeft ook apparaten gebouwd waar hij zeg maar een soort roeioefeningen mee deed. Als ik ernaar kijk, het ziet er voor mij een beetje uit als een Flintstone apparaat. Maar het is op zich wel weer heel kundig ook gebouwd. Hè? Dus in dat opzicht heeft hij het ook wel weer knap voor elkaar. Gerrit-Jan wilde het beste voor zichzelf, maar het is de vraag of hij dat ook voor zijn kinderen wilde. Wij weten hoe hij met zijn kinderen omging en hij schold ze ook wel eens uit inderdaad. Dan deden ze dus niet eigenlijk wat ze zouden moeten doen. Althans, volgens hem niet snel genoeg. En dan kon hij wel eens heel erg bruut uit de hoek komen. Oké. Okay. Je uitwerkt? Ja, natuurlijk. Stomme trut. En in dit geval was het inderdaad een kind dat een opname van hem had gemaakt bij in de hunnebed. Hij had heel veel met huddenbedden. De hele mythologie die hij onder die huddenbedden heen hangt, die adopteerde hij ook. Dat gebruikte hij ook weer in zijn eigen denkwijze en in zijn eigen handelen. Ja, en dit was een scène waarbij zij niet snel genoeg de camera stilzetten. En toen kregen ze inderdaad van onderuit de zak van hem. De kinderen die op de boerderij zijn aangetroffen lijken nog in de droom te geloven. En hun vader nog altijd te steunen. 3 oudere kinderen verhuizen nooit mee naar de boerderij. Ze hebben zich weten los te maken van hun vader en schetsen van hem een duister beeld. En dat zijn verhalen van de mishandeling. Er zijn verhalen dat hij ze met een spiritueel zwaard zou bewerken. Wij denken niet dat dat een fysiek zwaard is en dat dat iets is wat in de Bijbel ook wordt genoemd. Maar er kwamen wel andere vormen van mishandeling bij. En dat was dus inderdaad dat kinderen in de keel werden geknepen. En dan zodanig en zo lang dat ze bewusteloos raakten. Ja, er werd ook geslagen, geschopt. Er werd aan haren getrokken. Er werden kinderen onder een ijskoude douche gezet. Tot ze eigenlijk hun ledematen niet meer konden bewegen. Dus er was wel degelijk sprake van fysieke mishandeling. Gerrit-Jan legt veel vast op video. Zo vertelt hij een verhaal over een spirituele strijd. Een strijd die ook aangeeft hoe ver hij was afgedwaald in zijn eigen wereld.
De wereld waar hij zijn kinderen in meesleurde. God has announced the end and the victory of the battle in the spirit world, the final judgment in spirit world. Ja, die spirituele oorlog, daarmee bedoelt hij dat hij voortdurend werd aangevallen door kwade geesten. Dus kwade geesten die wilden hem vernietigen in zijn ogen. Het kostte hem ook heel veel energie. Hij werd er ook heel ziek van en lag op bed dan. Dus hij was heel erg bezig met die spirituele wereld die natuurlijk ook naast de gewone wereld er was. En die werelden liepen ook wel een beetje met elkaar over. Maar hij was vooral degene die werd aangevallen. En ja, hij heeft dat inderdaad uitgebreid beschreven. Ja, wat er dan gebeurde en hoe hij dat beleefde. En natuurlijk ook hoe hij daaronder leed. Kinderen mishandelen. Ze jarenlang verborgen houden voor de buitenwereld. Wat voor iemand doet zoiets? Wat voor iemand is Gerrit-Jan van Dee? Het is een man die eigenlijk vanaf zijn jongste jeugd al beweert dat hij visioenen heeft gekregen. Hij had al contact met God en met Jezus. En hij was ook wel een probleemkind, hebben zijn ouders verklaard. Dat hebben wij in ieder geval gelezen. Hij heeft zich in later jaren aangesloten bij een secte, zoals ze dat noemen. Zelf noemen ze dat natuurlijk een geloofsgemeenschap. Maar dat was de Verenigingskerk, daar heeft hij een tijd bij gezeten. Maar is hij uiteindelijk toch uitgezet of uitgestapt. Hè. Daar zijn de meningen wat over verdeeld, maar het lijkt erop dat hij er is uitgezet. En ja, toen heeft hij eigenlijk een beetje zijn eigen religie gecreëerd, zijn eigen evangelie gesticht, zeg maar. Nou ja, dat heeft hij geprobeerd op verschillende plekken in de wereld. En eigenlijk is het op elke plek mislukt. Hij leek in Ruidewold de ideale plek wel te hebben gevonden. En in een bepaald opzicht was het dat ook, hè, want dat was natuurlijk afgelegen. Hij kon natuurlijk zijn eigen eten daar verbouwen. Ze hadden natuurlijk dieren daar, het was rustig. Dus het was eigenlijk wel een perfecte plek. Maar goed, ook daar is het uiteindelijk toch misgegaan. Want op het moment dat ze uit die boerderij zijn gehaald, was het verhaal en de droom natuurlijk wel over. We hebben nu een beeld van de man gekregen. De grote vraag blijft, wat wilde hij uiteindelijk bereiken? Kijk, wat hij graag wilde is zeg maar de Hof van Eden. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk wel bekend vanuit de Bijbel. De Hof van Eden die wilde hij opnieuw stichten. Natuurlijk voor hem het paradijs op aarde en hij was daar heel erg mee bezig. Maar daar was wel van belang dat al die kwade geesten, dat die daar wel ver weg bleven. En daar was hij heel strikt op. Dus bij iedereen die binnen of in ieder geval in de buurt zou komen, was hij er heel erg op bedacht van oké, op dit moment lopen wij risico dat kwade geesten ons domein binnenkomen. Ja, en hij deed er echt alles aan om dat te voorkomen. In deel 2 van onze reportage over Ruinerwold spreken we de vrouw die ternauwernood uit de greep van de spookvader wist te ontsnappen.